In Emmen is het mooi wonen en goed ondernemen. Maar dan moet de stad wel goed bereikbaar zijn, ook in de toekomst. De provincie Drenthe en de gemeente Emmen investeren daarom in de wegen rondom onze stad. In deze video vertellen we wat we gaan doen, waarom we bepaalde beslissingen hebben genomen en hoe we de plannen samen met u gaan uitwerken. De N391, de rondweg van Emmen, en de N862, de weg Emmen-Klazinaveen, zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van Emmen en Oost-Groningen. Verkeer moet goed en veilig door kunnen rijden. Dat is nu helaas niet altijd het geval. De rondweg wordt daarom omgebouwd tot een stroomweg met ongelijkvloerse aansluitingen. De weg Emmen-Klazinaveen wordt een volwaardige stadsentree met een goede toegang tot de verschillende bedrijventerreinen. De rondweg van Emmen wordt aangepakt. Hij wordt breder. De kruisingen gaan eruit. Dat worden de ongelijkvloerse aansluitingen. Ja, en de verkeerslichten verdwijnen ook. U hoeft straks niet meer te wachten. U kunt gewoon doorrijden. Het wordt een stroomweg. Wat gaan we doen? Er komt één centrale ongelijkvloerse aansluiting voor Bargermeer. De kruising N391 en N862 wordt aangepast zodat de rondweg de hoofdroute is, zonder verkeerslichten. De aansluiting op de Houtweg wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting. Ook bij Emmerschans en de Pottendijk worden de aansluitingen ongelijkvloers. De aanpak van de rondweg betekent natuurlijk ook wat voor de wegen eromheen. Niet alle aansluitingen blijven meer in stand. Er gaat wel wat veranderen. Maar dat gaan we natuurlijk heel zorgvuldig oppakken. Dat gaan we ook met u samen bespreken, hoe we dat gaan doen. Omdat de rondweg een stroomweg wordt, moeten sommige knelpunten anders worden opgelost. Dit betekent dat niet alle aansluitingen straks terugkomen. Zoals de aansluiting tussen verpleeghuis De Horst en de oude Markenweg, die op de Meerdijk en de gelijkvloerse fietsen oversteken. Natuurlijk is het heel belangrijk dat u met uw woning of uw bedrijf bereikbaar blijft. Al is het dan misschien niet direct via de rondweg, dan via een andere goede oplossing. Daarover gaan we met u in gesprek. Samen moeten we ervoor zorgen dat u ook in de toekomst goed bereikbaar bent. De N862, de weg tussen Emmen en Klazinaveen, wordt een volwaardige stadsentree. Ook de toegang tot de A37 en tot de bedrijventerreinen wordt verbeterd. De reconstructie van de N862, oftewel de weg Emmen-Klazinaveen, heeft voor ons prioriteit. We vinden het belangrijk om de doorstroming tussen Emmen en Klazinaveen te verbeteren, maar ook om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. We zien dat de afgelopen jaren deze weg steeds drukker en drukker is geworden en daarom willen we hier aan de slag. Dit is al een lang gekoesterde wens van de gemeente Emmen. Wat gaan we doen? De knelpunten, zoals bijvoorbeeld de te kleine rotonde bij de toegang naar het bedrijventerrein A37, worden aangepakt. Het laatste stuk van de Dordtse straat wordt verdubbeld en de aansluiting bij Nieuw-Dordrecht gaat op de schop. Deze wordt mogelijk ongelijkvloers, maar dit staat nog niet vast. Voor de bedrijventerreinen en de ondernemers gaat dit natuurlijk ook de nodige overlast met zich meebrengen, want het is een groot en ingrijpend project. Maar we doen dit natuurlijk uiteindelijk om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. Het is algemeen bekend dat bedrijvigheid de bereikbaarheid volgt. Daarom is het ook belangrijk om juist in die bereikbaarheid te investeren. We hebben dan ook de behoefte om een aantal knelpunten goed aan te pakken. Dit helpt namelijk voor de doorstroming richting die bedrijventerreinen. En dat is goed voor onze ondernemers, goed voor de werkgelegenheid en dus voor de economische ontwikkeling van Emmen. Zoals we al zeiden, ligt nog niet alles vast. Per deelproject worden de komende 2 jaar focusgroepen samengesteld. Een focusgroep bestaat uit maximaal 15 personen en wordt gevormd door inwoners, ondernemers, belanghebbenden en erkende overlegpartners. Ideeën van uw kant zijn ook van harte welkom. We organiseren inloopbijeenkomsten en samen met u gaan we werken aan goede oplossingen. De uiteindelijke keuzes worden gemaakt door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. Maar daar hebben we u bij nodig, want de mooiste oplossingen worden niet bedacht achter het bureau. En dat doen we met elkaar. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief. Dit kan via onze website.